serie Boeiende Baarnaars spreken we vandaag met Ikenna Azuike. Nou, een mooi uitgesproken trouwens, perfect. Oh. Ja. En boeiend, dat zit wel snor, maar baarnaar, dat ben je nog niet zo lang. Nee, inderdaad. We zijn ongeveer 10 maanden geleden hier naartoe verhuisd vanuit Amsterdam. Maar ik kan zeggen dat ik baarden echt heerlijk vind. Tempo van het leven, het is hier heel gemoedelijk. Mensen, de auto's stoppen bij de zebrapaden. Dat is voor mij echt een waanzinnige ervaring. En het veel groen om ons heen, dus ik vind het hier heerlijk. Ja. En daarvoor heb je op heel wat plekken gewoond. Ja, best veel plekken. Ik ben natuurlijk in Nigeria geboren en op mijn 8e verhuisd naar Engeland. En voor mijn studie ben ik een jaar in Zuid-Frankrijk gaan wonen. En tijdens mijn werk als jurist ging ik ook een tijdje in Singapore werken. Een jaartje in New York, Londen en hier in Amsterdam. En nu in Baden. Ja. Ook spannend hoor. Maar jurist zijn, dat heb je een paar momenten, had je dat wel gezien, geloof ik? Een paar momenten? Ja, heel veel momenten. Ik was eigenlijk heel erg ongelukkig als jurist. En ik wist vanaf dag 2, dat ik niet jurist wilde blijven. Maar ik bleef doorzetten, want het was vooral een carrière die mijn vader graag wilde dat ik deed. Het was gewoon niet aan mij besteed. Jammer genoeg, want je verdient wel heel goed als jurist. Koos ik voor een andere stap in een andere richting. En dat was? Dat was in de media. Dus ik begon als stagiair bij wat toen heette de Wereldomroep. Ik begon te werken bij een radioprogramma over Afrika. En na een tijdje pitchte ik het idee voor WhatsApp Africa, een videoblog over Afrika. En the rest is history, zeg maar. Ja. En nu, planeet Nigeria. Ja. Planeet. Hoe is dat tot stand gekomen? Planeet Nigeria. Ik wilde heel lang iets maken met veel meer diepte. Want mijn videoblog was vooral heel kort. Het ging over dagelijkse nieuwsgebeurtenissen, maar dan verpakt in een 3 minuten of 4 minuten item, zeg maar. Ik had zoveel vragen over Nigeria, over mijn identiteit. Ik wilde mijn vaders keuze over in het leven meer kunnen begrijpen. Dus ik wilde meer in de diepte gaan over Nigeria. Dus ik had het idee voor een documentaire. En ik heb het gepitcht bij een Nederlandse productiebedrijf. En zij vond het ook hartstikke interessant. Maar in Nederland kon het wel. En dat vond ik echt het was heerlijk. Want ik ben hartstikke trots op wat we hebben gemaakt. Nou, ik heb alle 6 afleveringen stiekem al gezien. En ik kan me voorstellen dat je er super trots op bent. Ja, zeker weten. En we hebben iets neergezet die we allemaal hartstikke trots op zijn. Voor mij op persoonlijke vlak was het heel belangrijk. Vanuit het journalistieke oogpunt is het een openbaring voor mij geweest. En wat was je bedoeling ermee om Nigeria te laten zien aan Nederland? Nou, ik wilde Nederlanders prikkelen om breder te gaan denken over Nigeria. Vaak als het berichtgeving over Nigeria gaat in het westerse media, en sowieso in Nederland, gaat het over Boko Haram of hongersnood of corruptie. En natuurlijk is corruptie nog steeds een probleem en Boko Haram nog steeds een uitdaging. Maar ik wil de andere kanten belichten van Nigeria. De bijzondere eigenschappen van Nigerianen. We zijn gedreven, doorzetters, creatief, vindingrijk. We verdienen veel beter van onze overheid, want de overheid doet veel te weinig. En zelfs mensen prikkelen om misschien naar Lagos te gaan op vakantie. Of naar het noorden, naar Kano, om die Durba-feest mee te maken.
Dus het is een heel bijzonder feest met honderden, duizenden ruiters verkleden op paard. En een emir van Kano, een soort koning op een kameel. Het is prachtig. Dus mensen moeten daarheen. Maar het is hartstikke belangrijk om te beseffen hoe ontzettend groot Nigeria is. Hoe gigantisch Nigeria is. En hoe het leven in de grote steden zijn. En hoe het leven is, bedoel ik, en hoe het leven op het platteland is. Maar overal zijn wel rode draden in Nigerianen. Ze zijn erg optimistisch. Ze zijn harde werkers. Een veerkracht is ook hartstikke bijzonder, gezien hoeveel ellende heel veel Nigerianen mee moeten maken. We kunnen natuurlijk nog uren praten daarover, maar ja, laat mensen vooral gaan kijken, want het is een fantastische serie. Heb je nu de indruk dat je je Nigeriaanse kant van jezelf, dubbelbloed zoals ze zeggen, dat meer een plaats heeft gekregen? Zeker weten. Het rare is dat ik heb het idee dat ik moest dichter bij mijn familie zijn, dichter bij mijn land zijn, om juist meer afstand te kunnen nemen. Want ik worstelde de afgelopen jaren met mijn identiteit. Maar nu voel ik vrede daarmee. Ik besef dat ik deel een paar Nigeriaanse eigenschappen wel. En dat zijn het doorzettingsvermogen en ik denk creativiteit. De humor. Humor, absoluut. Ik ben optimistisch. Ik stuur ook veel e-mails, trouwens. Ik ben geen prins, maar ik stuur ook veel e-mails. Maar de Britse kant van me, dat beleefdheid, dat is... dat is niet echt, subtiliteit is niet echt een Nigeriaanse eigenschap in het algemeen. Dus ik kan niet zo heel goed schreeuwen tegen mensen of heel hard praten als ik niet een typetje speel. Want dan speel ik wel een rolletje. Maar als ik mezelf ben, ben ik best wel rustig. Best wel. Maar het heeft heel veel voor je betekend, deze reis. Ja, het is een heel bijzondere reis voor mij geweest. Moeilijk te verwoorden, maar dat moet ik doen, want het is televisie. Maar ja, het is. Ik heb zoveel meegemaakt, ervaren. En ik heb het idee dat ik meer begrip voor mijn vader heeft inmiddels en voor mezelf. En ja, zoals ik zei, ik heb vrede met mijn verbinding en relatie met Nigeria nu. En het besef dat het een enorme rijkdom is. Zeker weten. Zeker weten. Zoals de rijkdom van Baren. Kijk, we zijn allemaal rijk hier.